Mark Rutte, nou moet je eens even heel goed naar me luisteren. Sinds de laatste sluiting heb ik niet meer gesport, moet ik eerlijk toegeven. Als je fit bent, dan ben je minder vatbaar voor virussen en bacteriën. Er is een noodzaak om de sportscholen weer open te hebben voor de algehele gezondheid van de bevolking. Ik ben Willemijn Wagner en ik sta hier op het plein in Den Haag. En als je zo een beetje om mij heen kijkt, dan zie je allerlei mensen staan. Zien er allemaal wel een beetje sportief uit. En ik vraag me af, wat is hier gaande? Nou, ik weet het natuurlijk gewoon wat hier gaande is. Wat hier gaande is, het zijn allemaal mensen van sportscholen van heel Nederland die gewoon open willen in de coronatijd. Momenteel wordt er een brief aangeboden aan de staatssecretaris en aan de minister van Medische Zaken en Sport. En wij gaan zo meteen een spontane flashmob doen. Nou, sinds de sportschool dicht is, ben ik wel fysiek achteruit gegaan. En dat merk ik echt wel door mijn conditie, die toch wel minder is geworden. En ook wel door gewoon, ja, doordat je geen krachttraining meer doet, dat je ook wel dat merkt aan je spieren. Ja. Wat sta je hier precies te doen bij deze actie? Ja, we demonstreren vandaag als fitnessbranche, omdat we graag open willen om mensen te helpen bij hun gezondheid. Dat ik nu niet meer sport is mede doordat ik eigenlijk vanuit mijn werk de hele dag al achter een laptop zit. En veel online meetings moet doen. Ja, en als ik dan 's avonds een uur of 6, 7 klaar ben met werken, dan heb ik eigenlijk niet meer zin om weer achter een laptop te gaan om te gaan sporten. Onze bijdrage hierin is dat mensen op dit moment thuis zitten. Miljoenen kilo's, zoals onze premier benoemd heeft, aan zijn gekomen. En ja, wij willen mensen ondersteunen om weer in beweging te komen en actief te werken aan hun gezondheid. Ja, we gaan zo meteen een flashmob doen. En dat doen we voor om de media aandacht te krijgen, zodat we de politiek kunnen bewegen om de sportscholen weer te openen. Wat ik nu heel erg mis is het sociale contact. Maar ook gewoon het pushen van een instructeur. En merk jij dat de mensen heel graag willen weer? Ontzettend graag. We hebben op dit moment online en buiten mogelijkheden. Die worden goed benut. Helaas is dat voor een kleine groep maar weggelegd, omdat de capaciteit een stuk minder is daardoor. Maar de mensen die buiten komen sporten zijn er erg blij mee. Er is een hele grote groep die niet kan, omdat ze zich binnen fijner voelen. Maar ook die mensen die geven aan van jongens, ja, we willen zo graag. En we zitten thuis niks te doen. Ik betaal nog steeds contributie voor de sportschool, omdat ik de ondernemer het ook echt gun. Hij heeft vorig jaar enorm geïnvesteerd in zijn sportschool qua luchtventilatie en om toch het sport zo snel mogelijk weer mogelijk te maken op de sportschool. En jij weet zeker dat dat veilig kan? Dat weet ik heel zeker dat het veilig kan. Onze branche heeft zeer goede manieren om om te gaan met registratie. We kunnen heel goed achterhalen wie bij ons over de vloer komen. Goede maatregelen om te zorgen dat iedereen zonder infectie of gevaar bij ons terecht kan. En op die manier zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan komen sporten. Ja, wat een hele belangrijke vergeten doelgroep is, dat zijn de mensen die moeten revalideren, die hartkwaal hebben, die om wat voor medische reden ook gewoon het sporten ontberen op dit moment. We moeten toch echt deze mensen, deze doelgroep niet vergeten. Ze hebben echt die beweging nodig. En ik denk dat als wij zo doorgaan, dat die zorgkosten straks vele malen de pan uitreizen. Laten we de sportscholen snel weer open laten gaan. Ik denk dat dat voor zowel fysiek als mentaal voor iedereen heel erg belangrijk is om toch weer met onder elkaar te zijn en weer met elkaar bezig te zijn. Alsjeblieft, kom voor ons op. Besef hoe belangrijk het sporten voor je is. Zorg nu juist in deze fase dat je goed werkt aan je gezondheid, dat je naar buiten gaat, dat je de mogelijkheden die je hebt, dat je die benut en dat je goed werkt aan je gezondheid, want dat is het enige en het beste wapen tegen corona. En mensen, nogmaals, zet de schouders eronder.